Zo, eventjes alles goed zetten. Hoi Beta, goedemiddag. Gezellig dat je weer eventjes meekijkt. Het is toch druilerig weer, hè, dames. Dus ik denk we kunnen net goed eventjes een live plannen vanmiddag. Het is toch geen weer om naar buiten te gaan. Dus dat was ik dan ook niet van plan vandaag. Dus ik heb lekker een knutseldagje ingelast. En ik denk dan doen we vanmiddag even gezellig de live. Hoop dat jullie allemaal tijd hebben om weer mee te kijken. Maar ik zie dat er alweer genoeg mensen online zijn. Dus we gaan zo meteen lekker beginnen. Nou, jullie weten, sinds van de week liggen de nieuwe Dutch Doobadoo artikelen en de nieuwe Noor collectie weer in de winkel. En dan jeuken natuurlijk altijd mijn handen om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat heb ik ook gedaan. Wat we vandaag gaan maken is een fleshanger met de mal van Dutch Doobadoo. Met daarop een geld-envelop. Nou, fleshangers die hadden we natuurlijk al, dat weten jullie ook. Maar hier zit ook nog een envelopje op als je die maakt. Ik heb die met een magneetje vastgezet. Zal ik straks ook even laten zien hoe dat ik dat doe. En als je dus een cadeautje wilt geven, dan kun je hier ook nog geld in stoppen. En je kan hem natuurlijk aan een lekker flesje wijn of zo hangen. Nou, het designpapier wat ik gebruikt heb, dat is ook weer een nieuw setje. Dat is het setje dat heet Love Story. Een beetje vooruitlopend op Valentijn natuurlijk. Die zal ik jullie eerst eventjes vel voor vel laten zien. Maar dit is wat we dus vandaag ook gaan maken. En ik ga jullie eventjes laten zien straks hoe die mal werkt. Ik neem eerst even het designpapier erbij voor degenen die dat graag willen zien. Er zitten een aantal bekende vellen in. Iemand vroeg het van de week ook al. Er zitten 1 of 2 oude vellen in uit een oud blokje op 15×15 formaat. En dat heette toen With Love. Maar ja, dat is al heel lang uit collectie. En we kregen eigenlijk nog best veel vraag naar dat vintage papier. Dus heb ik hem even in een nieuw jasje gegoten en er weer wat nieuwe vellen bij gemaakt. En die ligt nu dus op A4 formaat in de winkel. Ja, hij is leuk hè Karen, hè, dit papier. Er zitten ook wat effen vellen in, met een beetje grunge. Dat is deze rode. Dan zit er een vel met muzieknootjes zit erin. Een vel met script en mooie rozen. Diezelfde rozen die komen dan ook weer terug op een beetje een zandkleurig vel. Ook weer met script. En dan laat ik de achterkantjes nog even zien. Ook weer script met diezelfde rozen. Maar dan weer in het rood. Een gewone effen pagina met grunge. Weer een lichtroze pagina met die roosjes op de hoeken. En ook weer het script. En ook nog die zandkleurige ondergrond met diezelfde rozen weer. Dus het voordeel is dat alles natuurlijk met elkaar lekker matcht. Je hoeft er allemaal niet over na te denken. Dus als je gewoon zo'n setje van Noordesign koopt, dan ga je eigenlijk altijd goed. En dan ga je nooit de mist in met verkeerde kleurcombinaties. Nou, dit is de mal van Dutch Doobadoo. Die we vandaag gaan gebruiken. Het is dus ook weer, zoals jullie altijd weten, een tekenmal. Dus je tekent eerst de buitencontouren over op cardstock. En vervolgens heb je ook nog binnenlijntjes erop staan die je kunt gebruiken voor je designpapier. Nou, ik heb het natuurlijk al een beetje voorgesneden. Anders gaat het allemaal zo heel lang duren. Ja, dat papier is mooi hè, dames. Excuus als ik even kuch tussendoor, maar ik ben een beetje verkouden. Dus ik hoop niet dat ik in een hoestbui schiet. Dus ik doe even een slokje. Nou, de basis heb ik hier dus al gesneden van die mal. En uit wit cardstock vond ik zelf wel het mooiste bij designpapier. Maar bij dit designpapier kun je natuurlijk ook prima kraftkleur gebruiken. Dus ik ga deze al heel eventjes in elkaar vouwen en de lijnen even goed doorrillen met mijn vouwbeen. Hier zitten van die plakrandjes aan om je envelopje straks dicht te plakken. Vast te plakken eigenlijk aan je deurhanger. Of deurhanger of fleshanger, net wat je ervan wil maken. Nou, dan beginnen we eventjes met het designpapier op het grootste gedeelte plakken van de fleshanger zelf. Niemand de deur uit. Waar is mijn peperdistressor? Ik ga natuurlijk eventjes de randjes distressen en een beetje bruin maken voor ik hem op de witte ondergrond plak. Nou, mocht ik te snel gaan of heb je iets te vragen, dan geef je gewoon even een gil. En ik probeer mee te lezen en jullie vragen in ieder geval te beantwoorden. Nou, voor de randjes gebruik ik altijd de vintage foto van de Distress Inkt. Ja, eigenlijk bijna allemaal, Jannie, die passen binnen A4 formaat. Want de verpakking is ook A4, zoals je ziet. Dus bijna alles van Dutch Doobadoo, ja, eigenlijk sowieso alles past altijd binnen een A4. We hebben meestal A4 of A5 verpakkingen. Maar deze kan dus binnen een A4'tje. Karin, wat bedoel je? Dat je iets in bestelling of zo hebt staan? Dan zou je heel even naar de winkel moeten mailen als je iets aan je bestelling wilt veranderen. En Manila, als je hem overtrekt kun je dat het beste gewoon met een heel dun vulpotlood doen. En dan kun je vervolgens gewoon de randjes weggummen. Dus met een potlood gewoon even de mallen van Dutch Doobadoo altijd overtrekken. Ja, ik heb hier bij de winkel bij Noor en zo van de week al een beetje de basis laten zien. Van deze mal, ook om te laten zien hoe die werkte. Maar dat was ook een keer 's middags, dus er was natuurlijk lang ook niet iedereen bij. Dus nu ga ik echt deze mal, dit project even in zijn geheel maken voor degenen die het van de week gemist hebben. En ook eventjes helemaal afwerken en leuk oppimpen. Zo. En dan gaan we de zijstukjes even erop plakken. En dan gaan we eerst de grote flap eventjes dicht plakken. Want aan deze kant komt dus mijn designpapier. Dus je kan dubbelzijdig tape plakken op die plakstrookjes. En dan gaan we onze envelop al eventjes in model maken en dicht plakken. Dus ik doe daar een stukje dubbelzijdige tacky tape op van Noor of van Joy. Die hebben we in verschillende maatjes. Die hebben we in 3, 6 en 9 mm. En dat is die extra sterke tape. Die dus ook echt niet meer los gaat. Dus vooral voor dit soort dingen is dat ideaal. Dan halen we eventjes de beschermfolie eraf. En dan gaan we de envelop al eventjes dicht plakken. Kijk, die komt hier al zo eventjes op onze deurhanger. Zodat we op deze manier die pocket krijgen. En dan ga ik zo meteen hier mijn ander stukje designpapier opplakken. Maar voor ik dit dadelijk ga plakken gaan we natuurlijk eerst eventjes een paar kleine magneetjes erop zetten om een sluiting te maken. Ik heb dat op het andere model wat ik al gemaakt had ook gedaan. Ja, Blitz ligt even te slapen. Dus hoop dat het zo blijft. Kijk, dit zijn die kleine mini magneetjes. Nou, helaas is daar een run op het moment. Dus ze zijn bij de groothandel ook pas in maart weer leverbaar. Maar op die manier heb ik dus een sluiting gemaakt. Met 2 kleine magneetjes. Nou, als ik zie hoeveel die magneetjes ook verkocht zijn, ga ik ervan uit dat de meeste van jullie ze wel hebben. Maar ik ga zo nog eventjes laten zien hoe je die magneetjes ook bevestigt, voor degenen die het nog nooit gezien hebben. Ik had er al een paar hier klaargelegd. Nou, die magneetjes die zijn dus maar 1 mm dik. En die zijn dus echt super krachtig. Ik heb er hier ook een paar op elkaar zitten. Ik weet niet of je ze kunt zien. Dus ik neem eerst eventjes 1 magneetje. En ik heb hier nu op de plaats waar ik het magneetje wil een beetje lijm aangebracht. Dat kun je ook met een stukje dubbelzijdig tape natuurlijk doen. Net wat je handig vindt. En hier plak ik dan mijn magneetje op. Voordat ik mijn designpapier er overheen ga plakken. Nou, het magneetje zit. Dus het designpapier kan er ook op. Kijken dat ik die ook netjes recht plak. Kijk, en omdat die magneetjes ook maar 1 mm hoog zijn, voel je dat ook bijna niet. Nou, ik heb het stukje designpapier. We gaan dus deze en die kant eventjes beplakken om hem mooi af te werken. Want die envelop gaat natuurlijk ook open. Dus dan moet er eigenlijk aan de binnenkant natuurlijk ook een stukje designpapier. Nou, die komen wel weer hoor, die magneetjes. Maar ja, ik zeg, er is een beetje een run op. Dus bij de groothandel moeten ze ook weer eventjes bijbesteld worden. Nou, mijn stukje designpapier, sorry. Die gaat er ook alweer op. Eerst aan de buitenkant van mijn envelopje. Die zit. En vervolgens komt die aan de binnenkant van mijn envelopje. Maar voordat ik die ook weer ga plakken, gaan we eerst weer het magneetje zo meteen aanbrengen. Hier zit dus het eerste magneetje al op mijn linkerkant van mijn envelopje. En nu neem ik nog een los magneetje. En dan ga je even zoeken waar het andere magneetje zit. Even wachten. Oh, hij zat dus op zijn kop. Dan pakt hij hem dus niet. Dan schuift hij ernaast. Dus dan moet je ook nog even op letten. Nu zit hij er dus op. Hij kleeft dus vanzelf aan mijn andere magneetje wat ik al aangebracht had. En als je dan een klein stukje dubbelzijdig tape op je magneetje plakt, op je bovenste losse magneetje. Ik haal even die beschermfolie eraf van de Tacky tape. Dan ga je hem gewoon dichtvouwen. En dan zit je tweede magneetje, komt vanzelf aan de andere kant op je karton te zitten. En daar kunnen we dan nu ook weer het designpapier overheen gaan plakken. En dan zijn allebei die magneetjes gewoon netjes weggewerkt en dan zie je daar niks meer van. Nou, het leuke dus van deze fleshanger is dat je dus ook, dat er precies briefgeld in past. Maar je kan er bijvoorbeeld ook een cadeaukaart van een restaurant of zo in doen. Past er ook allemaal in, dus er is op zich wel over nagedacht. Dus dan is je basis al klaar. Die gaat zo dicht. Nou, die magneetsluiting, ja, ik weet niet of je het kan horen. Die pakt dan vanzelf. Ik heb hier, maak ik niet zo'n hele harde vouw in. Als hij gewoon een beetje omvouwt. Zodat je hem om de rug van een fles kan hangen. Dan vind ik het eigenlijk al voldoende. En dan gaan we hem nog eventjes leuk oppimpen. Nou, ik ga even wat andere mallen gebruiken als dat ik op mijn andere voorbeeld had gedaan. Ik heb zomaar weer een willekeurige Noordstans uitgestanst. En die gaan we erop verwerken. We hebben van onze collectie Secret Garden hebben we ook labelvellen. Die ga ik zo meteen ook gebruiken. Daar komt dit labeltje, of deze tekst in ieder geval ook vandaan. En ook deze plaatjes zitten daarin. En die passen eigenlijk ook wel weer prima bij de collectie With Love. Nou, het rondje wat uit deze mal is gekomen, die heb ik heel eventjes bewaard. Want daar ga ik nu even mijn plaatje op omtekenen. Ja, je hoort hem inderdaad klikken, hè, Monica. Dus op zich is het altijd wel, wel handig. Even iets te schrijven. Ja, inderdaad. Lenny en ja, voorheen werkten we natuurlijk altijd met die klittenbandrondjes. Bij gebrek aan beter was dat toen. Die hebben we overigens nog wel op voorraad. Als je op dit moment even niet kunt wachten op de magneetjes. Dat is een beetje hetzelfde effect. Kleine klittenbandrondjes van Joy. En daar kun je dus ook een sluiting mee maken. Nou, dit plaatje ga ik eventjes rond uitknippen. Dan kan ik daar zo meteen mijn blauwe mal op gaan plakken. knip hem een beetje groter dan dat ik hem getekend had. Want dan kan ik precies dit randje zo meteen erop plakken. Dan nemen we even de lijm en dan ga ik precies op deze cirkel een beetje lijm aanbrengen. Nou, gezellig Trudy dat je nog even aanschuift. We zijn nog niet klaar. Ik ben al een beetje aan het pimpen begonnen van mijn envelopje. Even een beetje draaien. Nou, dit is dus even een precisiewerkje. Ja, ik kan ook de binnenkant van mijn mal gebruiken, maar dan is die dus kleiner. Dus ik wou hem net iets groter hebben. Net iets groter als deze uitgestanste cirkel, want dan, anders kan ik hem hier niet achter plakken. Nou, en vervolgens ga je dus maar op de helft van je mal ga je lijm aanbrengen. Want die komt op de envelop. Dus de helft mag ook maar vastzitten, want je envelop moet nog wel open kunnen. Dus ik ga alleen aan deze kant zo een beetje lijm aanbrengen. Nou, je ziet ook precies waar die punten zitten. Dus daar gaan we hem precies in het midden gaan we hem plakken. Ja, die labelvellen zijn leuk, hè Monica? Kijk, en je ziet die passen ook eigenlijk weer prima ook bij dit designpapier. Nou, en dan vind ik het hier nog wel leuk om eerst nog even de, alles af te werken met een leuk toefje. Ik heb weer een willekeurig takje zomaar van Noor even gestanst. En die gaan we natuurlijk weer eventjes ontleden en in stukjes snijden. Zodat we twee wat kleinere takjes krijgen. Ja, ik heb nu Bea alleen op die cirkel inderdaad lijm gedaan. Kijk, je ziet dat dit een beetje los zit. Dat is helemaal niet erg, want hier komt ook weer een toef met bloemen zo meteen op. Ik ga eerst even mijn takjes erop plakken. Ik ga even een modelleermatje erbij halen voor mijn bloemetjes. Dit matje is ook van Joy en daar hoort ook een opbolpen bij. Ja, Monica, eventjes terugkomend op jouw vraag. Ik weet niet of je het kunt zien, maar als je hier in de header van de groep kijkt, daar heb ik alweer wat plaatjes van de nieuwe collectie van maart gepost. En volgende maand krijgen we een hele toffe nieuwe baby-serie. Vintage Baby, dus Vintage Baby Boy en Vintage Baby Girl. En daar zitten ook weer nieuwe labelvellen bij. Nou, Erna zegt dat ik steeds wegval, maar volgens mij ben ik in de lucht, dus... Misschien is er iets met je internet aan de hand, Erna. Dat weet ik verder niet. Nou, ik heb zomaar even wat willekeurige bloemetjes gestanst. Die hebben natuurlijk heel erg veel. Deze komen volgens mij uit een oude one-of-a-kind set. Een voorjaarsset volgens mij uit mijn hoofd. Nou, ik ga die eventjes in 3 laagjes opbouwen, die bloemetjes. Een beetje laten verspringen. Ja, je kan natuurlijk alleen ook die envelop gebruiken, Lenny. Dat is ook een goed idee. Hè? Dan knip je gewoon dat bovenste stuk eraf. En dan heb je gewoon een mooie sierlijke envelop. Dat kan ook. Zo. Dan hebben we wat bloemetjes gemaakt. En dan neem ik even een beetje 3D-kit erbij. En dan gaan we die bloemetjes even met een beetje 3D-kit natuurlijk weer opplakken. Dus even meten. En dan kan hier dat andere takje nog even onder. Dan ga ik in het hartje van de bloemen nog even een mooi pareltje maken met een parelpen. Even kijken wat ik bij de hand heb. Dit is bijvoorbeeld een parelpen die ik altijd heel veel gebruik. En dat is een parelpen van Dutch Doobadoo in de kleur wit. Neem wel altijd eerst even een proefstukje. Ja, ik zeg Monica, deze bloemen die komen volgens mij uit een hele oude set One of a Kind. Ik zal zo wel eens even kijken uit welke dat die is en dan post ik het hier wel even in de groep. Nou, zorg dat die parelpen altijd eerst eventjes doorloopt. Dat je geen hele dikke vette klodder op je werk krijgt. En Manila in het spuitje, daar zit gewoon 3D siliconen kit. Kijk, op deze manier maken we dan even een pareltje in de bloemen. Die moet je wel altijd even goed een poosje laten drogen. Het liefst een nachtje, dan is die helemaal hard. En we gaan nu als finishing touch nog even een leuk label maken aan onze fleshanger. Deze leg ik al eventjes opzij. Dan kunnen mijn pareltjes even drogen. En dan neem ik even mijn nieuwe favoriete scrapmal erbij. Dit is een nieuwe mal. Kost €7,99. Ligt nu ook in de winkels. En dat is ook weer een tekenmal. Waarmee je heel veel verschillende labels en tags kunt maken. Nou, het fijne is, je kunt dus zowel de buitencontour als de binnencontour voor je designpapier kun je overtrekken op papier. En zo heb je dus eigenlijk altijd het juiste formaat label bij de hand. Ik had ze ook al even gemeten, want iemand vroeg het laatst. De kleinste is ongeveer 6 centimeter hoog en de hoogste is iets van 11 centimeter hoog. Dus ik ga even een stukje wit cardstock erbij nemen en dan gaan we nog even een leuk label maken. Nou, welke zullen we doen? Zullen we deze gewoon eens doen? Als ik die mallen overteken, dan als het kan. Kijk, bij de envelop kon het niet, want dan gingen we ook de binnenkant beplakken. Maar anders leg je hem gewoon... ik heb nu bijvoorbeeld Florence Texture Cardstock. Leg je hem gewoon op de achterkant van je cardstock. En dan zie je daar straks niks meer van als je hem uitknipt. En dan knippen we hem gewoon eventjes uit. Zo. Dat is mijn labeltje. En dan nog even natuurlijk een mat randje uit een stukje designpapier. Nou, Blitz is ook wakker. Horen jullie wel. Even kijken. En nu trek je dus het binnenste lijntje. Ga je dus overtrekken op designpapier. En die kun je dan dadelijk op je label van cardstock gaan plakken. Zo. En ook deze gaan we dan weer eventjes uitknippen. Ja, Blitz heeft altijd goede timing, Karin. Altijd als ik een filmpje aan het maken ben. En zo heel dorstig zijn konijnen volgens mij helemaal niet, want hij drinkt helemaal niet zoveel. Maar ik weet niet, als ik een filmpje maak, dan begint hij altijd aan die fles te lurken. Nou, je ziet mijn tekenlijntje zit op de achterkant, dus ik draai hem eventjes om. Doe ik ook hier eventjes de randjes weer distressen en een beetje bruin maken, zodat het weer mooi past bij mijn geheel. En dan komt het designpapier alweer op mijn cardstock labeltje. Kijk, zo maak je toch in een handomdraai, maak je gewoon een superleuk label zelf. Ik heb ook nog even een rondje gestanst. Die komt uit de tag-along stans, de labelstans van Bella Lulu. Maar zo heb ik ook wel meer labelstansjes met zo'n rondje. Die moet eventjes drogen, maar die maken we zo meteen, maken we daar nog even een gaatje in. En nu ga ik nog even een leuke tekst erop maken. En dat doe ik ook met een of ander labelvel weer. Uit de Secret Garden set. Laten we eens even iets leuks zoeken wat past. Het moet ook passen op mijn labeltje natuurlijk. Dit zou eventueel kunnen. Enjoy the little things. Moet ook een beetje qua kleurtjes moet het een beetje passen. Dus ik wil eigenlijk geen donkergroen. Dit kan misschien ook wel. Gewoon high. Nee, ik ga toch voor deze. Enjoy the little things. Want dat vind ik een mooi model. Nou, de labelvellen gaan weer even aan de kant. Nou, je ziet het, van heel veel setjes designpapier hebben we ook bijpassende sets met al dit soort labels. Het is altijd handig om je kaartjes af te maken. Nou, deze knippen we ook eventjes uit. Ik ga hier even een stukje foamtape op plakken. Krijg ik iets meer diepte in mijn labeltje. Dus een klein stukje foamtape achterop. Kan ook met 3D-kits, maar ik doe het nu eventjes zo. Kijk, dan komt die hier ook weer bovenop. En nu gaan we nog even een gaatje maken in dat rondje. En dat doe ik natuurlijk met de gaatjes maken van Joy. Jullie kennen hem waarschijnlijk wel. Ik heb het al verschillende keren heb ik het ook uitgelegd. In de dop heb je ook meerdere formaten om gaatjes te maken. Ik heb nu het middelste formaatje erop staan. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee dat je vroeger de eyelet setter had. Je zet gewoon je gaatjesmaker op de plek waar je een gaatje wil. Je houdt je papier even goed vast. En hij roteert eigenlijk. Hij maakt een beetje een ronddraaiende beweging. En op die manier zit er een gaatje in. Nou, dan neem ik weer eventjes mijn fleshanger erbij. En dan gaan we deze even met een stukje scrappers vlots of zo. Of een stukje touw kun je ook nemen. Ga je hem eventjes vastmaken. Hier even een touwtje doorheen. En dan haal ik het touwtje ook gewoon eventjes door het gat in mijn fleshanger. Even goed positioneren, dat hij een beetje netjes zit. Maak je er eerst even een knoop in en dan maak ik er daarna even een strik van. Zo. Even strikken. Kijk, en op deze manier heb je eigenlijk gewoon heel snel en heel eenvoudig een leuk cadeautje gemaakt. Als je dus bijvoorbeeld ook geld wilt geven. Nou, je geeft er een lekker flesje wijn bij en je hebt gewoon een heel leuk cadeautje. Deze ga ik even niet open... Oh ja, dat kan ik wel open doen als ik het voorzichtig doe. Ik heb hem dus gesloten met die magneetsluiting. Dus op deze manier gaat hij open. Kun je hier nog geld in doen of een cadeaubon. Nou, en nogmaals, je hangt hem aan een flesje wijn en je cadeautje is klaar. Labeltje eraan. Met die nieuwe labels en tagsmal uit onze scrapcollectie. Je kan daar natuurlijk ook een tekst op stempelen. Maar je hebt in ieder geval de mogelijkheid om heel veel leuke modellen te maken van labels. Dus dit was wat ik jullie vanmiddag eventjes wilde laten zien. Was weer zo'n mal van Digitabu die naar mijn idee een beetje uitleg nodig had. Dit is hem. Hij ligt nu in de winkels. Het nummer van de mal is 470. 713-699 en hij ligt nu in de winkels voor €4,99. Ja, kan natuurlijk ook met een kroppendaal, Desiree. Dat gaat ook prima. Nou, bedankt weer allemaal voor het kijken. Graag tot een volgende keer en een fijne zondag nog. Groetjes. Doei doei.